De spoedpost aan de Frederik Derbystraat zal per 31 mei haar deuren sluiten. De post valt onder NV Medhulp Huisartsenpost, waar het SZF aandeelhouder van is. Dit bevestigt Amar Ranjit Singh, directeur van het SZF. Hij geeft aan dat er in plaats van deze post drie andere spoedposten opgezet zullen worden. 25 mei zal de overheid drie hubs openen op drie verschillende locaties, waardoor dan onze hub SZF kan worden afgesloten. Directeur Rakesh Gayadar Sukul van Volksgezondheid laat weten dat het ministerie bezig is het plan uit te werken voor de drie andere spoedposten. We zijn nog bezig met het plan. Zodra het plan af is, dan presenteren we die. In ieder geval moeten we voor continuïteit zorgen. Dus als het plan nog niet operationeel kan zijn vanwege een of andere reden, dan moeten we zorgen voor continuïteit, laten we voorstellen. Maar er wordt wel tijdig gecommuniceerd. Tot zover Rakesh Gayadar Sukul, directeur van Volksgezondheid. Het Staatsziekenfonds laat weten dat in de afgelopen periode minder mensen de huisartsenpost bij het SZF hebben bezocht.